Goedemorgen. Ja, ik hijg nog een beetje, want ik ben lekker aan het hardlopen hier in het bos. En ik wil je graag 3 lessen geven die we van de sneeuw kunnen leren. Want het is prachtig besneeuwd hier. En de eerste les is dat, ja, dat vond ik vroeger al zo magisch, dat die sneeuw op ieder takje ligt. Op ieder blaadje, op iedere naald, op ieder... Dus nou, als een mens dat zou willen doen, kost het zoveel tijd. En de natuur... Ja, eigenlijk met een kwartier, 20 minuten is alles onder de sneeuw. Dus de les daarvan is, er zijn zoveel mooie krachten in de natuur die je ook voor je bedrijf kunt gebruiken. Dus als jij bijvoorbeeld, nou, bij wijze van spreken metaforisch, op alle takken in de wereld sneeuw moet gaan leggen. Ja, dat is onmogelijk. Totdat je de kracht van de natuur gaat inzetten en de onderstroom. Nou, dus dat is les 1. Les 2 is... Dat als je in die natuur bent en er ligt overal sneeuw, dan wordt het geluid zo gedempt dat er veel meer ruimte is voor andere geluiden, andere signalen. Je verstilt als het ware helemaal. Ja, en voor mij betekent dat je veel meer contact met je intuïtie kunt krijgen. Dus die sneeuw die helpt om verstorende geluiden te dempen. Nou, qua metafoor ook weer heel mooi. Als jij in je leven of in je bedrijfsleven de sneeuw kunt neerleggen. Of kunt zorgen dat geluiden gedempt worden. Buiten, impulsen van buiten worden vergedempt. Dan kan je beter bij je intuïtie komen. En kun je veel betere beslissingen nemen. En de laatste les, en dat vind ik ook eigenlijk ook wel mooi. Het lijkt nu alsof het gewoon één grote witte vlakte is. En dat alles dood is en er niks gebeurt. Maar het is natuurlijk heel anders. Overal zitten alweer knoppen. Er zitten heel veel sapstromen zijn alweer op gang gekomen. Je ziet al, de zon is ook best wel sterk alweer. Dus heel vaak in het leven lijkt het soms alsof je stilstaat. Alsof er niet zoveel gebeurt. Maar dan gebeurt het eigenlijk juist onder de grond. In die onderstroom. In de wortels. In het zaaien. En nu zeg maar ook echt in die zaadjes die uit aan het komen zijn. De sapstromen die op gang komen. Maar ja, je ziet nog niet meteen overal blaadjes. En overigens, alles is nog bedekt met sneeuw. Dus dat zijn de 3 lessen. De sneeuw die dempt, waardoor je meer ruimte is voor je innerlijke stem, voor andere geluiden. De sneeuw, de natuur die kan sneeuw op ieder takje leggen binnen een kwartier. Dus gebruik de natuurlijke krachten. En als laatste, als je denkt dat er niks aan de hand is en maar gewoon één wit dek is. Er is al heel veel gaande. Nou, ik ben benieuwd hoe je die gaat toepassen in jouw bedrijf.